Om het model te bouwen is het handig om gebruik te maken van een hulphoutje en een onderlegger. De onderdeeltjes moeten voorzichtig uit de plankjes worden gehaald om samengesteld te kunnen worden. Naast schuren en werken met was is het belangrijk om de beweging iedere keer goed te proberen en net zo lang te doen totdat je zeker weet dat het functioneert. Symbolen laten zien waar je extra alert op moet zijn. In dit geval gaat het over schuren en werken met was. Het uitroepteken betekent dat je extra alert moet zijn op de richting of de positie van het onderdeel. Soms moeten onderdelen de eerste keer niet gelijk helemaal vast worden gezet, maar pas later stevig worden aangedrukt. Bij ieder bewegend onderdeel is het belangrijk om de werking goed te controleren voordat je verder gaat. Voor noodgevallen zijn er ook reserveonderdeeltjes opgenomen op de planken. Het is ook aan te bevelen om regelmatig vooruit te kijken om te zien hoe een onderdeel aansluit op de rest van het bouwwerk. De film volgt gewoon het instructieboek, maar is wel vaak een versnelde weergave. Veel succes met dit bouwwerk! We beginnen op pagina 4 met een as. Die bestaat uit twee delen, verbonden met kleine priegelstukjes. Het uiteinde daarvan moet nog niet helemaal goed vast worden gezet, zodat zo direct de opwindveer daar nog tussen kan worden geschoven. Het plaatsen van de veer even tussen de beide plankjes in. En dan komt er aan beide kanten een afdekring die goed glad moet zijn, zodat die straks goed functioneert. Aan de andere kant, en natuurlijk moet erop gelet worden dat de veer in de juiste richting is geplaatst. De bodemplaat, er moeten een aantal stukjes op die verbindingen moeten maken. Moet stevig vastzitten. Iedere keer hetzelfde en dan is het vaak wat versneld weergegeven. Nog een zetje van die verbindingsstukjes. Dan komt de veer daar op de goede manier in en moet het eindstukje aangesloten worden op het juiste punt. En we moeten natuurlijk zorgen dat de veer binnen de verschillende verbindingsstukjes valt. Dus eventueel moet hem even wat opwinden zodat hij wat strakker zit. En als dat allemaal gelukt is, dan kan het afdekplaatje erop. Even zoeken dat alle verbindingsstukjes een aansluiting hebben. En dan kan het heel stevig worden verbonden. Even checken of het draait. Komt nog een borgpennetje, waardoor het geheel volledig stevig is. Voorzichtig op zijn plek en helemaal aanduwen. Er komt een tandwiel, dat moet in de juiste richting worden geplaatst, met het grote tandwiel eroverheen. Die zorgen voor de blokkeerwerking van het opwindmechanisme, dus dat moet zeker in de juiste richting zitten. Een klein tandwielsysteempje met verschillende onderdeeltjes tegen elkaar in en aan de buitenkant kleine wieltjes. En vaak moeten die goed glad zijn zodat ze in hun asje vrij kunnen draaien. Op de bodemplaat met daar een tandwiel en een ringetje overheen.
aan de zijkant van het bodemplaatje weer wat stukjes die voor verbindingen moeten gaan zorgen. En ook aan de bovenkant komt zo'n pennetje. Opnieuw een tandwielsysteempje. Die past daar op die bodemplaat en moet aansluiten bij beide tandwielen. Een haak, een verbindingsstukje met daar overheen verschillende wieltjes. Dat moet wel in de juiste volgorde gebeuren, want niet alle wieltjes zijn precies hetzelfde. En die mag daar dan ook gemaakt worden op de bodemplaat met nog een haak en een beweegbaar onderdeeltje. Als dat allemaal is gelukt, komt daar een afdekplaat overheen. Alle asjes moeten op hun juiste plek vallen. Alle verbindingsstukjes moeten goed zitten. Eventueel wat bijsturen met behulp van het hulphoutje. Als het goed op zijn plek zit, dan kunnen de ringen over de opwindhendel gemaakt worden. En dan gaan we op pagina 9 verder met weer een tandwielsysteempje. Twee onderdelen die in elkaar geschoven worden. Aan de andere kant komen daar de ringetjes op. Ook weer goed geschuurd en met was bewerkt om ze soepel te laten werken. Die komen daar in een houder met aan de andere kant een tandwiel. En een wieltje daaroverheen die straks weer binnen in een asje moet lopen. En nog een keer. En ook dit tandwiel moet verbonden worden aan het geheel en aansluiten op het andere tandwiel. Het eerder gemaakte onderdeel A4 past daaroverheen. Even goed controleren dat het aansluiten op de juiste plek zit en dan stevig verbinden. Iedere keer controle op het functioneren. Een verbindingsstukje en een overzetter waarbij je even moet letten op de richting vanwege de strepen. Een klein tandwieltje, dat komt aan een plankje en dan moet het even door die haken heen worden geschoven en vervolgens verbonden. Even goed kijken of het op de goede plek zit en functioneert. Twee onderdeeltjes op ovale plankjes. Die maken deel uit van het stuursysteem en de vering. Komen daar onderaan in de plekjes daarvoor. Er komt een veertje bovenop. En dan is het zaak om daar op de goede manier een onderdeeltje op te zetten. En dan vervolgens af te dekken met een plaatje. Kunst is om het veertje op de juiste plek te houden. En het geheel vervolgens heel goed te verbinden. Dat moet aan de andere kant op dezelfde manier. Denk even om het pennetje dat het op de juiste plek zit. Een verbindingsstukje. En dan de laatste, zodat het geheel weer helemaal stevig zit.
Beide kanten worden verbonden met een stang. Daarbij even letten op de juiste richting. En dan nog een tandwieltje. Nog een lange stang die het stuursysteem verbindt. Twee pennetjes, ik heb ze er van tevoren ingedrukt. En dan moeten ze daar op de juiste plek. Even kijken of het inderdaad zo stuurt en het werkt. We gaan werken aan de motor. Hier zien we de verschillende onderdelen die een soort zuiger laten zien. Daar komt er nog een van. En die moeten beide vastgemaakt worden op de zijkanten. Daar past het volgende onderdeel weer keurig overheen. Goed op zijn plek. En je ziet de beweging van de zuiger. Nog een plaatje eroverheen. Een haak eroverheen. Beetje voorzichtig werken, zodat het wel goed vast zit, maar voorzichtig is gedaan, zodat het niet breekt. Een beweegbaar onderdeel erin, zodat de motor kan kantelen. Dat moet aan de andere kant hetzelfde, maar met een ander onderdeeltje. Het is even lastig om daar in de kleine ruimte het goed vast te zetten. Het afdekplaatje erop, altijd even opgelet worden natuurlijk dat de tekening aan de goede kant zit. De motor mag worden geplaatst. Daar zitten een aantal verbindingspunten. Even goed zoeken dat ze op hun plek zitten. Even wat bijsturen. Een klein beetje vastzitten. En als dat is gelukt, het stevig aanduwen. Zodat het nergens meer keert. De opwindknop. Twee verbindingsstukjes en dan een paar tussenplaatjes en de bovenste knop erbovenop. Die kan bovenop de opwindas worden gezet. En dan even kijken of het inderdaad goed functioneert. Aan de zijkant twee onderdeeltjes. Je kunt nu kijken of het functioneert, of het draait bij de verschillende bewegingen met de rem en de versnellingshendel. We gaan aan het werk met een koppeling die verschillende kanten op kan draaien. Kleine onderdeeltjes op de juiste plek geplaatst. En dan weer onderdeeltjes die vrij moeten kunnen draaien. En dan aan de andere kant weer een afdekplaatje. Een assysteem
Iedere keer natuurlijk die rondjes goed geschuurd, zodat het daar makkelijk kan bewegen. Tandwiel erop en een afdekringetje. En die komt daar aan de koppeling. Er moet weer een as worden gemaakt. Verschillende onderdeeltjes in de juiste volgorde. Grote tandwiel erop. Met een tussenringetje. En een klein tandwieltje. Tandwieltje is natuurlijk ook goed gecontroleerd op onregelmatigheden. En flink met was bewerkt. Opnieuw een assysteem. Bijna hetzelfde als het vorige. Maar nu met een ring erin. In plaats van een tandwiel. Er is nog een klein onderdeel nodig, ook weer met twee kleine tandwieltjes. En door het geheel met elkaar te verbinden, komt er een aandrijfas die vanuit de horizontale aandrijving de beweging doorstuurt naar links en rechts naar de beide wielen en daarbij rekening houdt met de mogelijke vering. Het plaatje erop. Stevig aanduwen. Kijken of alle tandwielen goed op elkaar aansluiten. En dan zul je zien dat het functioneert. Aan beide kanten komen daar nog wieltjes op. En iedere keer even checken of het goed werkt. We verbinden de as zodat de beweging van het opwindmechanisme overgezet wordt naar de wielen. Er moeten wat boogjes gemaakt worden. Verbindingsstukjes. En dan twee op elkaar. Even letten op de juiste richting natuurlijk. Daar past een veertje overheen. En dan aan de zijkant een verbindingsstukje waar dit veersysteem invalt. Met behulp van een onderdeel wordt daar een asje gecreëerd. Even goed op zijn plek. En stevig aanduwen. En dan zie je de vering functioneren. Die zijkant kan dan voorzichtig worden verbonden met de zijkant van de auto. Veel verbindingsstukjes zoeken naar de juiste plek. En pas als alles een plekje heeft gevonden, heel stevig aanduwen. En dan mag er een elastiekje komen die daar verbonden wordt met de haak waardoor de beweging geveerd wordt. Een onderdeel dat als een soort pendel fungeert. Daar middenin en aan beide kanten een rondje die goed glad moet zijn. Een asje met tandwieltjes in de juiste richting. En dan nog een tandwiel daaroverheen. En natuurlijk een
afdekringetje die straks weer in een asje gaat vallen. Dat komt op de juiste plek met aan de andere kant een bijzonder tandwiel en weer een afdekring. Nog twee verbindingsstukjes en dan kunnen we even goed checken of het draait. Dat pendeltje valt in het gaatje, dan kan het tweede onderdeel daar overheen zoeken naar de verbindingen aan de zijkant. En zorgen dat het helemaal goed op de plek zit en aansluit op tandwielen. Nog een klein onderdeeltje klaarmaken. Ook hier met aan beide kanten een ringetje. Die moet daar ingeschoven worden en precies over dat tandwiel vallen. Het geheel wordt afgedekt met een plaatje. En ook hier natuurlijk weer zorgen dat juist de asjes er goed invallen en vrij kunnen draaien. Afdekringetjes eroverheen. En dan is dit stuk weer voor elkaar. Er wordt gewerkt aan de bumper. Op de juiste plek. En dan kunnen de verschillende onderdelen in de juiste volgorde erop worden geplaatst. Nog een haak met het Jubeer-logo. Er komt een onderdeel van de uitlaat. Dat moet natuurlijk nog een keer gebeuren. Die moeten aan de binnenkant in het gaatje worden geschoven. Er komt een plaatje overheen en daar moet het nummerbord precies tussen passen en even zo worden geplaatst dat het er keurig recht in zit natuurlijk. Dan gaan we beginnen met de laadbak. Met behulp van deze leggertjes komen de verschillende plankjes erop. Kleine verschillen in de plankjes. Die kunnen daar verbonden worden. En dan kan dat ook aan de zijkant worden gemaakt. Ook hier weer verschillende verbindingspunten. We gaan een stukje van het stuursysteem maken. De haak die komt in het dashboard met daaroverheen het stuur.
dan moet hij daar voorzichtig in worden geschoven terwijl de wielen recht staan. Dan kan dat precies in dat rondje vallen, waardoor het stuur dat beweegt. De achterklep moet gemaakt worden met behulp van twee verbindingsstukjes. Het plaatje met joekeer en een randje. De motorkap. Als die op zijn plek zit, kan de voorkant voorzichtig worden gebogen. En dan kunnen die pennetjes daar ook in worden geduwd, zodat het een mooi afgerond geheel wordt. We gaan voor de andere zijkant opnieuw een veersysteem maken met van die boogjes. Twee onderdelen verbinden. Het veertje erop. De tweede zijkant en een verbindingsstukje waar de veer in komt te vallen. En dan weer het onderdeeltje wat ook als asje fungeert om het veersysteem te laten draaien. Even checken. De motorkap op zijn plek. De laadklep op zijn plek. En dan mag de zijkant eraan. Dus even geduldig zoeken dat alle verbindingjes op een juiste plek zitten. Assen op de juiste plek zitten. Onderdeeltjes van de aansluiting van de motorkap. En pas als je zeker weet dat alles een plekje gevonden heeft, het stevig verbinden. En dan zit hij goed in elkaar. Even alles controleren. Het nergens kiert en overal echt goed zit. We gaan de starthaak maken. Die moet daar ingeschoven worden, zodat die draaibaar is en vervolgens een plaatje die hem borgt. Aan de andere kant komt de haak voor de versnelling. Hier in het gaatje en dan opschuiven en vervolgens borgen met het plankje. Die kan daar tussen worden geplaatst. Even goed zoeken naar de juiste plek en de aansluiting met de haken. Even controleren of dat inderdaad werkt. En als het niet zo is, dan eerst maar weer even terug, net zolang tot het goed functioneert. Even alle verschillende opties bekijken. Starthaak staat op stop. Versnelling in de juiste richting. Een paar keer draaien en kijken of het functioneert. In het begin kun je het doen met een paar windingen en dat langzaam opbouwen. We gaan verder met de wagen en zorgen voor een aantal zitplaatsen. In de juiste volgorde op de juiste plek. Met de eerste zijkant verbinden. En dan zoeken dat het past bij de tweede zijkant.
rustbankje kan op zijn plek voorzichtig handelen en tegendruk geven aan de onderkant. Aan de voorkant de radiator. Twee verbindingsstukjes, eentje links, eentje rechts. Komt nog aan de voorkant een grill met een bumper. Handige werken vanaf de onderkant, vond ik. Moet er ingeschoven worden, net zolang totdat hij verbinding heeft. En nogal een voorstukje. Met onder andere de nummerplaat. Die kan erop worden geplaatst. En dat wordt stevig vastgemaakt met twee voorlampen. Motorkap kan open en ook weer dicht. Aan de zijkant komen een soort treeplanken. Diverse verbindingsstukjes, dus weer voorzichtig beetje bij beetje vastzetten. En dat moet aan de andere kant natuurlijk op dezelfde manier. Nog een stukje van de zijkant van de deur die ervoor zorgt dat de deur ook daadwerkelijk sluit. Een paar kleine onderdeeltjes erop en dan daar goed plaatsen. Dat doen we ook aan de andere kant. Voor de deur gaan er wat scharnieren. Passen daar keurig in. Daar komt een stukje overheen. Daar past een schuifje in. En dan met behulp van twee hele kleine verbindingsstukjes een onderdeel dat voor een veerwerking zorgt. Nog een stuk voor de verbinding. De buitenkant van de deur met eerst een plaatje daarbovenop. Natuurlijk even letten dat het logo aan de buitenkant komt te zitten. Die kan daar verbonden worden. Het schuifje ertussendoor, verbindingsstukjes gezocht. Het moet goed functioneren.
het raampje er heel voorzichtig op gezet. En dan met behulp van twee kleine onderdeeltjes wordt het laatste vastgezet. Daar komt een dun stukje hout overheen, voorzichtig op de juiste plek en dan daaraan duwen zodat het in de gleufjes valt en mooi rondloopt. We maken nog een spiegeltje en dat komt op de juiste plek. En daarmee is de deur af. We maken voor de andere kant eenzelfde deur met een scharnier. Verbindingstukken. En een schuifje. Een veersysteempje erop. En nog een verbindingsdeel. De werkelijke buitenkant van de deur met een bovenkantje. Zo wordt de deur tot een geheel gevormd. Het raampje er eerst op. En dan de twee priegelonderdeeltjes waardoor het geheel stevig wordt verbonden. De fraaie ronding. Voorzichtig bewegen, dan blijft het heel. En ook hier een spiegel. We gaan de deur plaatsen. Even kijken waar de verbinding komt en hoe je dat stevig vastzet. Wordt het steeds lastiger om tegendruk te geven. En daar komt een klein onderdeeltje tussen die zorgt dat het geen kant meer op kan. En dat moet even helemaal door worden geschoven. De deur kan open, de deur kan weer dicht. Aan de andere kant hetzelfde. Aan de voorkant van de auto komt een koplamp die vastzit aan een plaat die met ronde onderdeeltjes wordt versierd. Erop om de motorkap open te houden en dan kan die voorzichtig worden vastgemaakt aan de zijkant van de auto
En dat kan aan de andere kant natuurlijk hetzelfde. Een verbindingsstukje. De omlijsting van de koplamp. En een stel halve rondjes. Ook die aan de zijkant van de auto verbinden. Er komt nog een onderdeel als wielkast. En dat moet natuurlijk ook aan beide kanten gebeuren. De bumper voor de voorkant. Even in de juiste volgorde. Die moeten weer op verschillende punten aansluiten, verbinding vinden. En stevig worden vastgezet. Ook op deze zijkanten weer met een heel dun plaatje. Een boogje eroverheen. Met behulp van het hulphoutje naar de juiste plek brengen, zodat hij goed in zijn gleufje valt. En zorgen dat het aansluit bij de bovenste puntjes. Datzelfde aan de andere kant. Het dak, ook hier moet worden gebogen, dus met alle voorzichtigheid gehandeld. Even opletten dat de tekening aan de buitenkant zit. Met de houder voorzichtig gebogen. Dan voor de voorkant de onderdeeltjes eraan. Dat moet zo verbonden worden dat het past op de zijkant. En dan ook de tweede zijkant eraan, is het dakje daarmee klaar. Komt eerst nog een tussenstuk, die moet daar goed tussendoor worden geschoven. Moet daar helemaal doorpassen. En dan kan het dakje erop. Ook die moet even goed worden aangeduwd, zodat het volledig past. Nog even de tanktop erop. Aan de achterkant nog een plankje rechtop. Voor de hekjes aan de zijkant. Eerst een houdertje voorzichtig, maar niet helemaal verbinden.
krijgen we de hekjes, dubbele onderdeeltjes erin. Die kunnen daaraan tussen geschoven worden. En als ze op de juiste plek zitten, kan het echt stevig worden verbonden. Aan de andere kant natuurlijk hetzelfde. Ertussendoor op de juiste plek en stevig aanduwen. Voor de laadklep nog een paar haakjes, zodat hij op zijn plek blijft zitten. Boven het achterwiel nog een rand. En dan komt er een onderdeel ook weer gebogen, even in de juiste volgorde en heel voorzichtig gehandeld, dat hij op zijn plek komt en het liefst ook daar in één keer blijft. Als weer losgeschoten, moet even ietsje aangeduwd worden. Dan mogen de haakjes in de gleufjes vallen. De verbinding worden gezocht en dan kan het ook van boven nog even op zijn plek worden geschoven. Datzelfde natuurlijk aan de andere kant. Eerst een beetje verbinding zoeken. Het bochtje buigen. En voorzichtig aanduwen. Op de juiste plek. En dan goed verbinden. We gaan nog wat lampjes maken. Eentje voor links en eentje voor rechts. Op de juiste plek. Op de assen van de voorwielen. Twee ringen in de juiste volgorde. Aan de andere kant natuurlijk ook. Er moeten nog een paar wielen worden gemaakt. Kleine verbindingsstukjes. Even de getekende kant aan de buitenkant. En de andere ring erop. En dan hebben we er twee. Van het andere wiel. Eenzelfde verhaal. Moet natuurlijk de gleuf recht tegenover elkaar zitten. Bij de laatste twee wielen doen we er een elastiekje om, zodat ze meer grip hebben ook op een gladde ondergrond.
En dan kunnen de wielen op hun plek worden gezet. Het past precies en moet vrij draaien. Bij het achterwiel moet er even flink wat druk worden gezet en tegengehouden worden aan de achterkant. Aan de andere kant precies hetzelfde. Borgpennetje. En het wiel met de aandrijving. En dan, we zetten hem in de stop, zodat we kunnen opwinden. Dat moet natuurlijk voor iedere keer gebeuren. We kunnen hem zetten in de vooruit en bij de start gaat dat ook inderdaad werken. We kunnen hem zetten in de achteruit. En ook dit functioneert. De motor maakt fraaie bewegingen. En aan de onderkant is precies te zien hoe de aandrijving werkt.